Dus dit is ja, voor iedereen. Oh, je hele fit die daar zo van is. Vogels, jongen. Echt zuid, jongen. Gewoon bief. Als jullie mond, man. Oké, zo kom. My name is St. John. Fuck up, peace, Laantje, Zuidzijde, 5314, je weet zelf. Ewa, ik ben hier met enige echte mannetje van die powwow, Tory en andere dingetjes. Fuck up, man, hoe is het? Goed. Hey, fuck up, vertel aan iedereen die kijkt, wie ben je, wat doe je en zo, man? Ik ben Daniel, ik ben curator van powwow en rewriters. Wat is curator, man? Degene die bij kunstprojecten beslist welke kunstenaars geselecteerd worden. Hey, maar waarom doe je dit, man? De visie van powwow is eigenlijk om terug te geven aan de wijk. Ja. Kunst in de buitenruimte is sowieso anders dan kunst in een museum of kunst die je kan kopen. Juist. Dus dit is ja, voor iedereen. Oh, je hele fit die daar zo van is. Vogels, jongen. Ja. Echt zuid, jongen. Gewoon bief. Als jullie mond, man. Oké, sorry, man. Maar wie profiteert hier nou, zeg maar, echt van deze torens allemaal? Op deze manier proberen we mensen een stap dichter bij het museum te brengen. Ja. Aan de andere kant is het ook een manier om mensen die wel op een zondag denken van hey, we gaan gezellig met z'n allen naar het museum. Ja, toch. Om eens een keer een kijkje te nemen in andere delen van Rotterdam. Ja, maar denk je dat ze durven hierheen? Sowieso. Ja? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, flexie, man. Ja. Als je zeg maar over iemand zijn werk heen gaat of zo, hè? Ja, heb je beef of zo. Maar toen dacht ik, hey, fuck die. Ja. We hebben gewoon een knokploeg hier, weet je. Dus kan je ons niet inhuren. Ik ken die vogels ook allemaal, hè, die duiven. Dat is duiven, duif 1, duif 2. Maar, hey, check dan. Ik heb een mattie van mij, hè. Hij heet Nigel. Nigel is een beetje een gek gozer, hij is een beetje creatief ook en zo. En toen had hij, zeg maar, iets gevonden waar hij echt goed in was. Maar hij deed het altijd legaal. En mensen zeiden, zeg maar, als je een beetje die street credibility wilt hebben, moet je ook illegaal die tory doen, snap je? Dus toen is hij illegaal gaan bodypainten. Fuck, hij zit vast. Is toch kunst? Ja. Kan ik hier ook komen? Kan ik ook een keer spuiten? Ik weet niet. Hij is ook goed geluidsmannetje. Ja. Hij kan heel veel ladingen geven, zeg maar. Goedemorgen. Dag. Check me out, y'all. Nasty Nas in your area. About to cause mass hysteria. Oh, fuck it, Daniel. Maar check dan, wat is powwow eigenlijk precies, man? Powwow is het grootste street art festival ter wereld. Het is begonnen in Hawaii. Oh joh, Hawaii? Ja. Zeg maar zo. Ja. Ja, wij draaien de Europese versie daarvan. En nou ja, powwow staat eigenlijk voor weet je wel, het maken van kunst, artistieke vrijheid en de kunstenaars die werk maken en teruggeven aan de buurt. Hey Daniel, dankjewel man. Graag gedaan. Voor represent Zuidzijde, respect man. Powwow. Op Zuid heb je volop overal graffiti op de muur, hè? Ja. Street art noemen ze dat. Ja, dat is maar dat is toch niet leuk? Dat is wel leuk, dat is tof. Zeg maar, jullie zijn dus best wel creatief allebei of zo. Ja, ik denk dat dat wel artistiek wordt. Ja, toch? Ik denk het wel. Wat vinden jullie van kunst en street art in de stad? Oef. Vind je het lelijk? Street art, ik ben niet zo heel bekend met street art. Ik denk dat het heel veel cultuur kan geven aan de stad. Ben je een beetje kunst iemand, creatief iemand? Ja, ik maak muziek. Wow, echt waar? Ja, wat doe je dan? Gitaar. Gitaar? Ja. Wow, kan je ook zingen? Nee, totaal niet. Nee? Nee, kan ik echt niet. Oh, lauw man. Ja. En zeg maar, ben je eens op het Zuid geweest? Waar al die mooie muurschilderingen zijn en zo? Nee, zeer oké. Okay. Zeer oké okay voor de powwow festival, zeg maar. Ja. Fuck, dat is mijn, gelijk mijn gast. Fuck, hey. Dave. Hey. Hoe is het, man? Goed, man. Rustig, ja, toch? Ja, flexie, man. Stond je aan, geluidsboy? Was hij aan?
sorry man. Hij is stagiair man. Hey, Flexi man, Dave. Ja. Ja, wie ben je? Wat doe je? Represent eventjes Zuidzijde, je weet toch? Ja, Zuidzijde, 5314. 14? Ja, ik doe allerlei dingen eigenlijk. Ik ben rayondirecteur voor Rabobank. Maar ook allerlei bestuursfuncties. Dus onder andere bij Heijs, Hiphop in je Smoel. Maar ook voor Rotterdamse Douwers. Dat is een mentorprogramma. Waarbij, Douwers. Ja, Douwers. Even lekker douwen. Er worden mentoren uit het bedrijfsleven gekoppeld aan jongeren die het echt nodig hebben om een beetje begeleiding te krijgen. Wat doe je met die bank dan? Zeg maar, ben je dan de hele tijd, zit je daar op de bank? Zo'n, ja, zit je achter, sterk. Ben je rapper ook of niet? Nou, ik mag wel graag naar hiphop luisteren, ja. Serieus? Kan je een beetje breakdance ook? Kan je ook een beetje electric boogie? Nou ja, goed, zou kunnen, maar ik laat me nou even niet verleiden. Sterk. Low hiphop man, represent. Maar fuck, hiphop en een bank, dat is niet echt, dat rijmt niet echt. Nee, dat hoor ik heel vaak inderdaad. En dat vind ik wel bijzonder, want ik denk dat er ook mensen hebben een bepaald beeld van een rayondirecteur van de bank. Hè. Als rayon. Maar al die oldschool hiphop, ja. Daar ging ik lekker op het trainingsveld. Oh, ja. Hallo mevrouw, alles goed? Hé hey, mevrouw, wat vindt u van deze kunst en zo hier in de wijk? Ja. Vindt u het mooi? Ja, het is niet zo kaal, hè? Het is niet zo kaal, hè? Nee, is beter, ja, hè? Tussenin was het ook, hè? Ja? Wat is uw graffiti-naam, uw tag-naam? Ja, weet ik niet. Ja. Boys, moet een beetje ondertiteling zetten. Nou, Lauw, man. Wij gaan niet terug wel naar Groningen. Nee? Zuidzijde. En wat denk je, zeg maar, dit, zeg maar, wat heeft de wijk ook hier aan? Nou, je zag het net met die mevrouw, weet je, die vindt er ook wat van, die vindt het ook mooi, die woont hier. Ja, ik denk dat het een enorme verrijking is voor de wijk. Waarom doe je dit eigenlijk allemaal, zeg maar? Kijk, als je een bepaalde functie hebt bij een bank in dit geval, en je komt veel op straat ook en je komt veel in aanraking met verschillende bedrijven. Oh, maar ook dacht je zeggen aanraking met politie. Ik kom ook wel vaak in contact met de wijkagent. Echt? Ja? Ja man, ja toch. En? Oh ja. Maar goed, jij doet wel veel, man. Ja, waar ik gelukkig van word is andere mensen helpen. En ik doe dat eigenlijk door middel van bestuursfuncties. Omdat ik, ik heb denk ik wat bovengemiddeld kennis van financiën bijvoorbeeld. Ja, ben je goed in money voor? Zeker, ja. Staat hier in beeld? Wat doe jij, man? Ik ga eentje geven dadelijk. Dat er wat op mijn hoofd valt dadelijk. Ik doe niet wat, pas op. Niet doen, hè. Hé, hey, maar nou man, Dave. Heb je nog wat te zeggen, zeg maar? Wil je nog iets represent, shout-out geven of zo? Ik zou de mensen eigenlijk die dit zien willen uitnodigen om naar Zuid te komen. En laat je inspireren, want er zitten echt schitterende stukken bij. Ja, man. En het is voor iedereen, hè. Dat is het mooie van street art. Je hoeft geen kaartje te kopen. Ja, man. Neem ook niet te veel geld mee als je hierheen komt. Je weet toch, dadelijk is het weg. Het blijft Zuid. Ja man, Lauwe, respect. Powwow Festival, Afrikaanderenwijk, je weet toch? Dankjewel. Graag gedaan. Zuidzijde. Represent. Na deze uitzending moet je me even leren hoe je een beetje met die money omgaat. Is goed.